Het beperken van de klimaatverandering en luchtverontreiniging is misschien wel de grootste maatschappelijke uitdaging van deze tijd. Om tot effectieve maatregelen te komen, moeten we heel goed de relatie tussen emissies, atmosferische processen en concentraties kennen. Emissies worden nu gedomineerd door menselijk handelen. Daarnaast zijn er emissies uit natuurlijke processen, zoals opwaaien van bodemstof en stofwisseling van planten en dieren. Concentraties van stoffen worden bepaald door verschillende processen. De uitgestoten stoffen worden in de atmosfeer verspreid door diffusie en meegevoerd door de wind. In de atmosfeer ondergaan sommige stoffen chemische reacties. Uiteindelijk worden veel stoffen weer verwijderd doordat ze uitregenen of hechten aan het oppervlak. Dit noemen we depositie. Het LOTOS-EUROS-model neemt al deze processen mee. Belangrijke invoer van het model zijn emissies van stoffen, landcover data en weergegevens uit weermodellen. Op een resolutie variërend van 1 tot 25 kilometer worden hiermee per uur concentraties en deposities berekend. Zo krijgen we inzicht in actuele en verleden concentraties en depositie en kunnen we verwachtingen maken. Ook kunnen we scenarioberekeningen doen, waarbij het effect van klimaatverandering of emissiereducties kunnen worden bepaald. Het model wordt steeds gevalideerd met grond- en satellietwaarnemingen. Met data-assimilatietechnieken kunnen deze waarnemingen ook gecombineerd worden met modelberekeningen, waarmee het modelresultaat direct verbeterd wordt. Het gebruik van waarnemingen draagt zo bij aan verdere verfijning van de emissie-invoer en aan verbetering van de weergave van processen in het model. En daarmee worden onzekerheden verkleind. Dit maakt het mogelijk om nauwkeuriger te bepalen welke emissiebronnen de grootste bijdrage leveren en wat de luchtkwaliteitsverwachting is. Het model wordt continu verder ontwikkeld. Door gebruik te maken van de meest actuele kennis en data bieden we belangrijke informatie aan beleidsmakers, burgers en bedrijven en vinden we een antwoord op sectoroverschrijdende vraagstukken. Zo kunnen er steeds betere maatregelen worden getroffen voor een meer gezonde omgeving en werken we samen aan een schoner milieu.